Hoe hard komt dit aan, Brahim Dari? Ja, heel hard. Eerste wedstrijd na de winterstop tegen de koploper. En 9 wedstrijden thuis gespeeld, 7 keer ongeslagen. En als je naar de wedstrijd kijkt, vind ik het heel onterecht. Omdat natuurlijk PSV is de koploper, maar als je de tweede helft bekijkt, waren wij gewoon de bovenliggende partij, voor mijn gevoel. Hoe kan het dat in die 93 minuten hij toch nog valt? Ja, ik weet niet wat het is. Kijk, PSV is natuurlijk een vaste ploeg en loert erop, kan je zeggen. Maar ik bedoel, wij hadden de touwtjes in handen. Ik moest nog een keer de 2-1 maken. En als je zo kijkt, we verliezen hem aan de zijkant. En 10 seconden later ligt hij erin, voor mijn gevoel. Waar het dan ligt, ja. Ik moet hem ook nog terugzien. Maar in eerste instantie moeten we de bal voorin gewoon proberen in de ploeg te houden. En dat ging niet. Verbaast het je dat jullie zo goed stand konden brengen tegen de koploper? Eigenlijk niet. Kijk, ondanks dat we 2 spelers missen. Wij hebben zeg maar goed getraind en we speelden thuis. We kennen onze kwaliteiten. In matige eerste helft vond ik wel. Maar ik denk tweede helft dat je thuis gewoon... Dat ons niet verbaasd heeft. We wisten dat we dit konden. Tweede helft dan is er een moment waarbij jij een strafschop krijgt. Kun je uitleggen wat er gebeurde? Want het was het breekpunt in de wedstrijd eigenlijk. Ja, klopt. Ik zag Castro een beetje loeren van, ga nou bewegen. En ik stond 1-1 tegen Arias. Ik dacht, ja, hij trapt hem lang. En hij wilde zijn lichaam erin zetten. Ik maakte wat gebruik van wat handigheid. En ik denk, als hij me niet raakt, dat ik gewoon kan schieten. Dus het is een overduidelijke strafschop. En Jeff Hardeveld maakt hem goed af. En dat was voor ons inderdaad een keermoment. Ik denk, toen ik er nog een paar keer naar binnen, Montero... Voor mij nog een keer met een kopbal. Jullie kregen vleugels. Ja, we begonnen te vliegen. Ja. Nee, precies. Maar het mocht niet zo zijn vandaag. Even over jou persoonlijk. Want daarna heb ik het idee van dat je een paar keer in actie goed begint. Maar het rendement is dan eigenlijk telkens lager. Je hebt ook voor het laatst in november 2016 gescoord. Doet dat iets met jou, met je zelfvertrouwen? Of kun je me daarin meenemen? Ja, niet zozeer met mijn zelfvertrouwen, maar wel inderdaad met je gemoedstoestand, gewoon met je vorm. Je komt makkelijk iemand voorbij en je komt vaak in de situatie. Dan wil je ook gewoon een keer cijfers hebben. En dit seizoen zit ik nog te wachten op mijn eerste doelpunt. En vandaag was een goed moment, denk ik. Wat je zegt, het eindpunt moest gewoon goed zijn. Speel je hem af of schiet ik net niet of de keeper kwam. En dat moet toch een goal zijn, dat is voor mij een verbeterpunt. Dus ik ga eraan werken en ik hoop, ben er al mee bezig, maar ik hoop tegen Groningen weer te scoren. Laatste 2 edities won PSV in de slotfase. Nu weer. Is dat ook een beetje het geluk van de koploper? Ja, moet wel. Als je de wedstrijd gezien hebt en neutraal bent, dan denk ik dat als je echt gekeken hebt, dat wij tweede helft ook kans hadden op meer.